Ja, Dani, hoe was het om vanavond tegen een van de grootste clubs ter wereld te spelen? Ja, nee, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Daarvoor ben je voetballer geworden om tegen dit soort clubs te spelen en om eigenlijk in te komen te spelen. Maar nee, dit is natuurlijk geweldig om tegen United te spelen. Gelijk toen de pool bekend werd, sprong deze er natuurlijk uit. En dan wil je ook presteren tegen ze en dat hebben we vandaag gedaan. Alleen er zat uiteindelijk meer in. Kan ik je feliciteren met een punt? Nee, dat denk ik niet. Kijk, we hebben hartstikke goed gespeeld, maar uiteindelijk moeten we hem denk ik gewoon thuis hier winnen. We creëren zoveel goede kansen, maar uiteindelijk moeten we gewoon scoren, daar gaat het om. En dan pak je hier de 3 punten en nu is er jammer genoeg maar eentje. Ja, wat voor opdracht had de trainer jullie meegegeven om in het veld te gaan? Ja, natuurlijk gewoon keihard werken voor elkaar en daarbij weten we hoe goed we kunnen voetballen, hoe snel we zijn voorin. Maar uiteindelijk moet je altijd oppassen voor de kwaliteit van de tegenstander. Kan met 1 actie kan het zomaar gebeuren. Maar ik denk dat we gewoon heel goed stonden met elkaar vandaag. En ja, wat ik zeg, veel gecreëerd, maar dan moet er eentje maken. Was voor jullie een voordeel om op kunstgras te spelen? Nou, dat weet ik niet. Wij spelen ook niet het allerliefste op kunstgras natuurlijk. En ik denk dat zij dat ook hebben. Dus ja, beide teams spelen liever op gras. Maar ja, dat is nu eenmaal de situatie op dit moment. Hoe kijk je terug op je eigen wedstrijd? Je had zelf nog een paar keer gevaarlijke momenten voor de goal. Ja, ik denk dat ik een lekkere goede wedstrijd heb gespeeld. Daar ben ik ook wel blij mee. Als je dat tegen een team als United kan, dat is alleen maar mooi. Dat biedt perspectief voor meer. Dus ja, ik wil gewoon lekker zo doorgaan. Er komen nog genoeg wedstrijden aan. Dus ik wil me graag laten zien. Tot slot, hoe bevalt het je overstap naar AZ? Je bent er nu een paar weken. Ja, heel goed. Ik speel heel veel wedstrijden en dat is ook waar ik voor ben gekomen. Maar ik was vooral op de bank en hier kan je lekker voetballen. Elke week weer 2 wedstrijden, dus ja, daar geniet ik volop van. Wat is het grootste verschil met Ajax? Ja, moeilijk. Ajax is natuurlijk een wat grotere club, de grootste club van Nederland. En dat merk je wel, maar qua voetbal is bij AZ heel erg goed en daar ben ik gewoon heel blij mee. Laatste vraag, gisteren nog een beetje stiekem gejuicht ook? Ja, uiteraard. Het is alleen maar mooi als Ajax wint voor het Nederlands voetbal, maar ook voor de club. Het gaat hartstikke lekker daar en dat moeten ze vasthouden. Download nu de Veronica Insight app en dan zien we elkaar daar.